tips waarom je zou moeten gaan mountainbiken als je nog niet mountainbike. Misschien sport je helemaal niet, misschien doe je heel veel aan wielrennen, misschien ja, heb je een andere beweegreden. Ik ben nu aan het mountainbiken. Eerste reden, lekker in de natuur. Dus dat gaat niet om sporten, maar wel gewoon lekker in de natuur zijn. En super mooi, moet je kijken. Hey. Wat, hey, hoe gaaf is dat om gewoon lekker even buiten te zijn. En dan zie je dit. Tweede, natuurlijk gewoon lekker voor de conditie. Je dingen overdenken. Goede mentale conditie. Een goede fysieke conditie moet ik zeggen. Die vertaalt zich eigenlijk altijd in gewoon een supergoede fitheid en mentale positieve instelling. Klinkt vaag, maar is door meerdere onderzoeken gewoon bewezen. Dus ik ga niet alleen naar mountainbiken. Hardlopen, fietsen, fitness, wat voor sport je ook doet. Help, moet je kijken daar. Met zo'n paardrijden. Ook dat, gewoon lekker paardrijden door de natuur. Wat is nou mooier dan dat? En hetgene wat ik nu niet doe, bijna altijd wel. En daarom maak ik nu deze video. Je vrienden zien op een mooi standaard moment. Want iedereen is druk, gezin, werk, andere privébeslommeringen, etcetera, etcetera. En dan is samen sporten. Dus mountainbike is echt super leuk, want dan ga je gewoon met z'n allen gewoon een beetje funnen. Het is net een beetje buitenspelen zo. Je ziet het pad daar zo gaan, dan komt hij aan. Het is gewoon lachen, vooral als er iemand natuurlijk onderuit gaat en natuurlijk niet te hard valt. Geen ongeluk of zo, maar gewoon lekker even hier, hop, onderuit gaat. Dat is gewoon lachen en dan kunnen we daarna nog even samen wat drinken. Of misschien even, misschien ook wel heel lang. Er zijn heel veel derde helften. En dat is gewoon super, super mooi. Zo doe je dat. Lekker buiten zijn. In een uurtje heb je echt super veel gedaan. Woon je een beetje in de buurt van natuur. Misschien wel zee. Misschien ook wel eens een mooie mountainbike route. Er is altijd wel iets in de buurt. Mensen denken van, hey, dat is echt super ver. De meeste mensen kunnen er gewoon heen fietsen op de mountainbike. Binnen een kilometer of 10 ben je er. En soms wel veel eerder. Dus dat moet je doen. Nee, moet je niet doen. Dat zijn gewoon de 3 tips. Maak je eigen keuze. Meer over mountainbiken bij ons op de website. Natuurlijk tips. Heel veel tips. Die jou een hele mooie fiets bezorgen. En met name een heel mooie mountainbike carrière, zeg maar. Hey, bedankt. Hopelijk vond je er iets aan. En klik je op het duimpje. Hoi.